De vlag in het Friese dorpje Moddergat hing half stok. 75 jaar geleden verging het grootste deel van de vissersvloot van het dorp in een zware storm die plotseling opstak toen de schippers de haven uit waren. Van de 22 vaartuigen kapseisden er 17. Daarbij kwamen 83 vissers om. Nu, 75 jaar later, werd een eenvoudig monument onthuld door de commissaris van de Koningin, meester Lindhorst Hooman. De plechtigheid werd onder meer bijgewoond door een visser die de ramp van dichtbij meemaakte, Klaas Post. Aan de rand van de zee bij Moddergat staat nu een teken dat is opgedragen aan hen die op zo'n tragische wijze het leven lieten. Verkeersbrigadiertjes zijn in Utrecht ingeschakeld bij het bewaken van een van de drukste spoorwegovergangen. Om de 10.000 auto's en de 15.000 fietsers en voetgangers die daar per dag passeren niet zo lang te laten wachten, zijn de oude spoorwegbomen aan de dijk gezet en vervangen door halve bomen en rode knipperlichten die door de aankomende trein worden bediend. En om dat licht voor en na schooltijd kracht bij te zetten, staat er een verkeersbrigadiertje met zijn spiegelei. Na iedere trein gaan de bomen weer open. Een ongekende weelde voor het Utrechtse verkeer. Voor de jeugd geldt dan, klaar, over. Dat is het leven van een brigges. Rooms-Katholiek Nederland beleefde deze week twee bedevaarten. In Amsterdam vond 9 maart een stille omgang plaats. Duizenden mannen liepen 's nachts om de plek waar volgens de oude kronieken in 1354 een wonder gebeurde. Het wonder van de hostie die in het vuur bleef zweven en niet verbrandde. Bij de kathedrale basiliek van Sint-Jan in Den Bosch vond de dag daarop een jaarlijkse plechtigheid van een heel ander karakter plaats. Een wielerbedevaart. Na een kerkdienst zegende de bisschop coadjutor van het bisdom Den Bosch, monseigneur Dekkers, de rijwielen, waarbij hij zich een bisschoppelijk grapje veroorloofde. Daarna poseerde hij met fiets voor de fotografen. Voorafgegaan door een plaatselijk muziekkorps defileerden de wielrenners ten slotte voor de bisschop, monseigneur Mutsaerts. In de dierentuin in Den Haag hebben 1200 toeschouwers dit weekend interlandvolleybalwedstrijden gezien tussen de dames- en herenploegen van België en Nederland. Het spelpeil van de dames was een teleurstelling. De matte strijd werd door het Nederlandse team op overtuigende wijze gewonnen met 3-1. Anders en gelukkig beter was het spel van de heren. In het begin leek het erop dat onze landgenoten in licht shirt de strijd zouden winnen. Ze kregen een 2-0 voorsprong, maar na een bespreking met hun coach namen de Belgen in de beslissende set de leiding over, zodat Nederland zich in 5 sets gewonnen moest geven. 100 jaar geleden werd Johan Kievit geboren, schepper van Dick Trom. Wat Dick, moet jij erop, jongen? Zou je niet te zwaar wezen? Pas maar op dat je niet door hem heen zakt, want dan kom je op de harde grond terecht. Iedereen kent het verhaal van Dick en de ezel. Wip, daar zat Dick met zijn rug naar de kop van de ezel. Zodra het beest voelde dat er iemand op hem zat, stak hij zijn staart in de hoogte, zodat Dick die grijpen kon. Hield zijn kop naar omlaag en... Het is nog steeds een bijzonder kind, dat is hij. Felle motorboten schieten met een snelheid van 65 km per uur over het wateroppervlak. De tijd van statige jachten is voorbij. Het is nu de tijd van jachten. Dit is de watersport van vandaag. En alles op dat gebied is te vinden op de 8e Hiswa in Amsterdam. Daar staat onder meer deze plastic boot, om in een lijstje te zetten. De jeugd houdt het bij de kano, want haar financiële draagkracht reikt nog niet zo ver dat ze al kan denken aan gestroomlijnde motorboten. Om er helemaal niet te spreken van deze superkruiser. Je vindt er van alles op de Hiswa. Een helikopter waarmee je kunt kamperen
En, zo dachten we even, een raceboot om mee te vliegen. En je kunt er ook dromen, zoals bij dit vrijheidsjachtje gebeurde door een zeebonk die het zoute voor het zoete nat wilde ruilen. Mooi bootje. Kost die nou? Wat? Vergeet het maar. Welkom in Nederland. De Japanse filmactrice Miiko Taka bracht met haar helrode kimono een vrolijke noot op het zakelijke Schiphol toen ze aankwam om in ons land de première van de film Sayonara op te luisteren. Daarin bezet ze naast Marlon Brando een hoofdrol. Miiko Taka was de derde filmster die ons deze week bezocht. De 25-jarige Engelse actrice June Thornburn was al eerder gekomen om de première van Two as a Turtle bij te wonen. Haar tegenspeler in die film is de 31-jarige Australiër Keith Mitchell, die even later ook arriveerde. Met een motorbootje gingen ze naar Amsterdam. De Amstel was wel leuk, maar de bruggen zaten Mitchell een beetje in de weg. Onophoudelijk riep hij in zijn beste Australisch, "Hey, go away with that bridge." Toch kwamen ze, dankzij een uitstekend samenspel, heelhuids en nog voor het donker in de hoofdstad aan.